Goedemorgen en welkom bij een nieuwe video van de treinreis. Ik sta op station Rotterdam Centraal. Daar in de achtergrond komt mijn eerste trein aan. Want vandaag ga ik je mee op een reis random richting het Hoge Noorden. We gaan via Leeuwarden naar Groningen. Veel kijkplezier! Zo, ik zit nu momenteel in de internationale lijn direct uit Brussel naar Amsterdam. Ik heb daar net per ongeluk een toeslag betaald, alleen ik heb student OV en heb je dus blijkbaar een toeslag nodig. Oeps, 1,62 euro ligt er, maar goed. Het had ook net zo goed 2,40 euro kunnen zijn. Het is nu net daluren, dus dan is het 1,62 euro. Kleine tip ook voor jullie, als je met de Intercity direct reist, doe dat dan tussen 9 uur en 4 uur. Dus 9 uur 's ochtends en 4 uur 's middags. Dan kost het maar 1,62 euro. En dat is dan 40% goedkoper dan de rit in de spits of buiten de daluren tussen... Ja, in de spits. En dan kost het 2,40 euro. Met deze trein gaan we hopelijk Schiphol Airport bereiken. Want het is een Intercity direct en dan weet je het nooit. Op naar Schiphol. Veilig en wel met dit beest aangekomen in Schiphol. Hier stappen we over. Dat las je net goed inderdaad. Er staat niet instappen op het scherm. Het is nu bijna 12:30. Rond 12:30 komt altijd de Thalys door. Alleen die mag je niet nemen tot een Amsterdam Centraal. In plaats daarvan, een kleine tip ook als je naar Amsterdam gaat. Je kan gebruik maken van de Sprint naar Amsterdam of de Intercity direct naar Amsterdam. Go with the flow. De volgende trein staat inmiddels onder het scherm. De 12:35 Intercity naar Leeuwarden van spoor 1 of 2.
station Zwolle. Hier staan in Flint een paar minuten stil. De achterstraat wordt gekoppeld. Daarna is er nog 2 uur richting Leeuwarden. Zo, geheel daarna aangekomen. Leeuwarden, ook nu tegenwoordig wel Kaalwarden genoemd, want het is nu kaal, tenminste ik noem het Kaalwarden. We stappen hierover op de Arriva stoptrein of sneltrein. Ik ben nog niet achter wat ik ga doen. In ieder geval stappen hierover op de trein naar Groningen. Eerst omchecken daarvoor. En de treinen staan daar. Rechts heb je de RE1, dat is Duits. En daar heb je de RS1, dat is de stoptrein. Even snel een flesje water gehaald. De RE1, dus sneltrein gaat het niet worden. Het wordt hetzelfde treinstel, maar dan als stoptrein naar Groningen. Helemaal naar de voorkant gelopen. Dit hier was ooit eerste klas, maar dat is nu gedeclasseerd. Ja, je kan het misschien niet zien, maar volgens mij lag hier ooit ergens vloerbedekking, weet ik niet zeker. Ja, dit zijn trouwens de nieuwe Arriva Nordnet Noord-Nederland GTW's. Dit ziet er heel goed uit. Je hebt een breed tafeltje. Je kan je genoeg op kwijt, zo ook een laptop. Net als mijn flesje water. Ja, prullenbakje. Ook goed opgeruimd. Verderop hieronder. Daar een stopcontact en een USB-poort. En ja, het comfort. Het ziet er heel hard uit. Het zit wel prima. Ook nog een brede armleuning. Dus al met al is dit een vrij comfortabele tweede klas. Met deze trein gaan we richting Groningen. Na een rit van bijna 4 uur aangekomen in het hoge noorden, oftewel Groningen. En hier op het stationsplein voor het Peert van Omeloeks gaat deze video ten einde komen. Aangekomen in Groningen, bijna 4 uur erover gedaan. Begonnen in Rotterdam, vond het hartstikke leuk om te doen. Hele mooie reis. Via Leeuwarden. Leuk lijntje tussen Groningen en Leeuwarden. Ik zeg, maak zeker ook deze reis. Ik heb in ieder geval heel erg van genoten. Ik ga je de video afsluiten. Laat een blauw duimpje achter. Abonneer op mijn kanaal. Laat ook even een leuke reactie achter. En zie ik je bij een nieuwe video van de Treinreiziger. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.